volgende finale is natuurlijk de B-finale. We gaan de dames aan u voorstellen met op baan 1 voor de SV Wurtenzee, Julia Kukla. Op baan 2 voor de Fédération Francophone Belge de Natation, Juliette Dumont. Op baan 3 voor VZC, Marjolein Delmo. Op baan 4 voor PSV, Maaike De Waard. Op baan 5 voor de University of Tennessee, Kira Toussaint. Op baan 6 voor PSV, Nelly Velphuis. Op baan 7 voor ZBCH, Imani De Jong. Op baan 8 voor Dieheek Swimming, Elinore De Jong. Dit is de B-finale, dames, 100 meter vrije slag. Deze dames zijn begonnen, de eerste voorsprong voor Maaike De Waard. Tussen de oranje lijnen naast Kira Toussaint op naar de muur. Dus we kijken naar die tijden die de dames gaan zwemmen. De Waard houdt de voorsprong vast. PSV-zwemster die hier als eerste keer in 26-40. Een mooie tijd. Dus kijken naar Nelly Delphuis over de weg naar persoonlijk record. De tweede positie 27-0-0. En Toussaint baan 5 27-12. Keert daar als derde. Als we hier kijken, dan zien we de zwemster in baan 4. Maaike De Waard. De voorsprong had ook al op de 15 meter keerpunt. Maar de zwemster in baan 5, Kira Toussaint, die gaat er nu voorbij. Want zij gaat voor Maaike De Waard langs zwemmen. En zij krijgen het allemaal heel erg lastig met z'n vieren daar in de laatste baan. Maar heel verrassend zien we Juliette Dumont, 55-89, scoren wordt aangegeven. Eerste plaats vanuit baan 2, 55-89, bijna een halve seconde van haar persoonlijke record af. Tweede, Kira Toussaint, 55-90, en Maaike De Waard, derde in een tijd van 56-00. En dan kijken we ook nog even naar de andere tijden op het scorebord. Van de tijd van Imani De Jong is goed voor de EO-verdiening. Graag uw applaus! Ook dit was weer een hele mooie B-finale, 100 meter vrije slag. Dat programmanummer belooft dadelijk in de A-finale ook heel veel spektakel te geven. Dus blijft u nog even bij ons, dames en heren, want de komende uur...